Oh, ga nooit naar de Action wanneer je hoogzwanger bent. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Hoe maak ik het? Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Jola kijkt vanaf gisteren. Geen luistermoeder meer. Dus we waren er op tijd bij, want we kijken er altijd eentje vooruit. En die was een beetje heftig. Maar goed, Jola is natuurlijk pas bijna 8. Dus ja, hoeveel nachtjes nog? Nog 2 nachtjes. 2 nachtjes. Ik weet waar je de kruisjes stopt. Ja, ophouden nou hoor. Je hebt toch niet nu alweer zitten kijken? Nee, ik weet het helemaal niet. Maak jij wel een geitje of... Een geitje. Jola heeft het altijd door als ik cadeautjes koop. Je verpest het voor jezelf, hè? Nee, echt niet. Ik heb het niet gevonden. Oké, sorry dat ik steeds lach. Echt niet. Oké, we gaan naar school. Let's go. Deze dag ga ik even een zwangerschapsupdate voor jullie doen. Ik zit nu op de 35 weken. En dat is iets verder dan dat. Zoals jullie misschien al weten. Dus dat betekent 35 weken en... Ik weet niet precies, 4 dagen of zoiets. Misschien hebben jullie afgelopen vrijdag gezien dat mijn tand afbrak. Oftewel mijn kroon. Het was niet echt mijn tand, gelukkig. Hier is hij. Oh, echt erg. Gewoon echt 2 massive grote stukken. Ik was een koekje aan het eten en het was echt zo... Oh, dat klinkt echt heel erg pijnlijk. En vervolgens durf je dan ook niet in de spiegel te gaan kijken. Gelukkig. Want ik kon het hele weekend niet naar de tandarts. Ja, of ik moest echt naar een noodtandarts. Maar het doet geen pijn of zo. Maar gelukkig zie je het niet echt. Want het zit helemaal hier. Ik ga het ook niet laten zien, want het is gewoon nasty. Om 1 uur kan ik al bij de tandarts zijn, dus... Thank God! Ik ben even in de slaapkamer, want wat ga ik nou doen? Ik ga even ons bed opmeten. Ik ben heel erg benieuwd hoe hoog die nu is. Omdat we natuurlijk een nieuw matras hebben. En hij moet dus eigenlijk 70 centimeter zijn voor de kraamzorg straks. Dus ik ben heel benieuwd. 60 ongeveer, iets lager. 58. Oh, die oude matrassen zijn 19. Dus dan zou ik precies rond de 70 uitkomen. Ja, dan gaan we die oude matrassen er maar onder leggen. Gaan we dat vanavond even doen met Bart. En dan zal ik meteen nog even mijn buik updaten. Ik heb nog steeds heel erg last van mijn bekken. Ook trouwens. Maar het begint wel te wennen, een soort van. Nou, dit is dus mijn 35 weken buik. 35 weken en 4 dagen. Dus bijna 36 weken. Hier ben ik trouwens ook mee bezig. Met het wiegje voor op de slaapkamer. Nou, onze slaapkamer is nog niet helemaal af, zoals je ziet. Dus de oude matrassen, die moeten even weg. En dan wil ik dit wiegje even onder het raam gaan zetten, denk ik, tijdelijk. En dan is het de bedoeling dat we die straks, dan kan dit naar beneden. Als het goed is. En dan kan die zo aan het bed staan. Hier sliep ik dus echt mee de afgelopen tijd. Maar, was grappig, want sinds we dus dit nieuwe matras hebben, gebruik ik hem veel minder. Want ik zak nu niet meer zo ver weg in het bed. Maar voor straks... is hij natuurlijk wel weer helemaal top met de borstvoeding. Bij de tandarts geweest en hij heeft hem even afgeslepen, dat hij in ieder geval niet scherp meer is. Maar er moet een nieuwe kroon besteld worden. En erop gezet worden. Dus nu heb ik een afspraak voor ergens begin maart. Hij zegt ja, je hele kouvlak zit er nog gewoon op. Dus dat is niet echt een probleem. Ik ben heel erg blij, jongens, dat het niet verder deze kant op is. En dat je dat had gezien. Want dan had je dus gewoon super lang met zonder tand gezeten aan de buitenkant. Maar goed. Oh, ga nooit naar de Action wanneer je hoogzwanger bent. Want echt, je blijft maar inslaan. Ik kan wel een hele shoplog gaan houden van 2 uur lang, geloof ik. Bij de Action was ik ook 100 euro kwijt. Ik heb nu geen idee meer waaraan allemaal. En ik heb ook weer allemaal van deze bakjes gekocht.
Dus die staan ook al boven. Maar die vind ik altijd heel erg handig om in die lades te bewaren. En die vierkant ook. Kijk, dat heb ik al vaker laten zien, maar zo heb ik dat hier ook ingedeeld. Het is nu een beetje een rommeltje, maar zo was dat dus een beetje georganiseerd. En dat wil ik eigenlijk boven. Nou ja, voor de rest gewoon allemaal dingen die gewoon handig zijn. Dit moet bijvoorbeeld ook in de vluchttas, weet je wel. Van die doekjes om je make-up af te halen. Ik wil trouwens nog wel even dit laten zien. Die hebben jullie misschien ook nog niet gezien, want ik had ze nog nooit gezien. Jola is altijd van de knutseldingetjes van de Action. Nou, moet je deze blaadjes zien. Daar kan je echt mega cool mee knutselen. Vooral deze. Echt super leuk om mee te knutselen. Ik ga een heel stapeltje van aan haar geven. Voor knutselen, plakboeken, dat soort dingen allemaal. I love it. Ik weet niet wat het is, sinds vandaag heb ik dat echt onwijs erg. Eindelijk is alles een beetje aan het afraken hier in huis. Ik voel me ook echt mega opgelucht. Ik voel me echt heerlijk. Dit doet me echt heel erg goed. Misschien hebben jullie het al een beetje aan me gemerkt, maar ik ben echt zo relaxed. Maar nu ben ik gewoon over de kleinste, domste dingen de hele tijd aan het twijfelen. Heel erg twijfelig. Zal ik de video nu opnemen of zal ik het zo doen? Wat zullen we gaan eten? Zullen we dit eten? Zullen we dat eten? Over de domste dingen waar ik normaal niet eens over nadenk. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Hoe moet ik maken? Wat moet ik maken? Oosterse schijven met stukjes saté. Allemaal vegetarisch, hè? En dan met aardappeltjes. Mag ik wel snel gaan bakken, anders is het niet snel klaar. Groentepakketje. Beetje simpel, ik weet het ook niet. Ik heb gewoon geen inspiratie vandaag. Terwijl toen ik in de supermarkt was, had ik nog onwijs veel zin om te gaan koken en zo. Maar nu is mijn... Ja, heb ik gewoon weer te lang gewacht. Jee, the best moment of the day. Ik ga naar bed. 8:30 was eigenlijk de bedoeling. Maar ik ben weer achter de computer gekropen. En toen was ik weer wat aan het editen en zo. En toen werd het toch weer 10:00. Maar het valt nog mee, 10:00. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer zeker als je dat nog niet bent. Zou ik super cool vinden. Ook in verband met de extra video's die je dan misschien niet wilt missen. Maybe. Oké, dankjewel. Doei doei. Rock that joint.